VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service. Ik heb vanmorgen ook de wedstrijdbeelden laten zien aan de spelers. Ja, dan zie je eigenlijk alleen maar goede dingen. En dat geeft vertrouwen voor de komende 11 wedstrijden. Vertrouwen bij Maurie Stijn voor de ontmoeting met Groningen. Zometeen meer over deze uitwedstrijd. Verder praten met Axel Borgman, die ook met de top 3 aan de slag gaat. Maar nu eerst terug naar de laatste wedstrijd, VVV Heracles. Voordat er echt iets was gebeurd in de wedstrijd, sloeg het noodlot direct toe voor Gerald Promes. De verdediger liep al na een minuut of 5 aan de zijlijn een zware knieblessure op. Ik zag het moment zelf niet gebeuren. Ik was eigenlijk gericht op de bal die wilde gaan spelen. En totdat ik ineens een hoop kabaal hoorde. Ik dacht in eerste instantie ook dat er een overtreding gemaakt werd in de passing. Ik denk dat de scheidsrechter dat ook dacht. Die gaf een gele kaart. Ja, en dan heb je al vrij snel door en de reacties van de spelers te zien dat het ernstig is. En achteraf bleek natuurlijk ook dat de speler hem helemaal niet geraakt had. En dat de blessure natuurlijk vreselijk is. Ik heb dat ook nog niet eerder meegemaakt, dat je ook van het veld moet met z'n allen. Dus dat overschaduwt natuurlijk de hele wedstrijd. Ja, hoe was dat? Eventjes terug naar dat moment. Je gaat inderdaad met de spelers terug naar de kleedkamer. Ja, ik wilde in ieder geval als eerste boven zijn. Want ik wilde sowieso dat de spelers opvangen. De tv uit. Hè. In de medische ruimte zat de tv aan. Dus daarom was ik als eerste boven om in ieder geval de spelers gerust te stellen. En dan heb je natuurlijk een aangeslagen elftal. Want Gerald is... Is een maatje van de spelers, een maatje van ons allemaal. Zo jarenlang boegbeeld van het elftal. Ja, en als je die dan met zo'n vreselijke blessure ziet wegvallen, hè, die jongens waren er ook dichtbij. Ja, dan is dat natuurlijk een klap voor iedereen. En dan is het stil in de kleedkamer. En dan moet je toch je spelers oprapen. En we hadden het allemaal moeilijk daarmee. Want je houdt ook gelijk rekening met het ergste. Zeker als een ambulance erbij moet komen. En dan na een paar minuten, ja, dan moet je toch weer jezelf bij elkaar rapen en iedereen bij elkaar rapen. Want die wedstrijd moet toch gespeeld worden en die moet wisselen. Dus je gaat dan toch in ieder geval Damien klaarmaken en spelers aangeven dat ze toch moeten proberen het moment los te laten. Ja, en dat we die wedstrijd moeten proberen te winnen voor Gerald, dat is wat ik gezegd heb. En dan is het extra zuur dat je, denk ik, een uitstekende wedstrijd speelt en niet wint. Nee, kon jij aan je spelers nog merken inderdaad wat er gebeurd was met Gerald later in de wedstrijd? Nou, in het eerste gedeelte wel. Vond ik wel dat we toen nog wel wat apathisch uit de kleedkamer kwamen. Maar ik vind zeker in de tweede helft hebben we echt ongelooflijk gas gegeven. En hebben we volledig onterecht die wedstrijd verloren, vind ik. Straks meer over de blessure van Promes. Nu eerst beelden van de wedstrijd. Pettersson, links komt Ciborra. Pettersson kiest zelf voor een schot. En een goed schot en een goede redding ook van Onderstal. Pettersson. En weer een redding van Onderstal. Wat een geweldige klasbak is dat toch. En nu Joosten met een schietkans. En een goede redding van Blaswi. Joosten. Dat is aardig. Joosten, ach man, schiet die bal er dan in. Op doel, tussen de palen. Lopen de mensen daar en weer de redding van Blaswieg. Susits. Ja, dit ziet er goed uit bij Mlappa. Mlappa die bijna bij de goal is. Daar wordt iemand naar beneden getrokken, scheidsrechter Blank, maar die doet niks. Rosman. Joosten, Susits en Blaswieg. Van Ooyen zelf. Joosten. Van Ooyen. En Blaswieg weer. Daar geeft scheidsrechter de Blanke strafschot. Is dit geen zware straf? Reuzelen vindt van wel. Ik vind het eigenlijk ook. Ja, dit vind ik wel een hele zware straf hoor. Maar hij zit wel. En hij zit... akelig goed ook. 0-1. Mlappa. Hoho, wat scheelde dat weinig. Wat was Opoku daar dicht bij de 1-1. Scheidsrechter Blank fluit voor het einde van deze wedstrijd.
die in een overwinning eindigt voor Heracles. En ik noem dat een gestolen overwinning. Ja, het gekke is dat we twee van onze beste wedstrijden van het seizoen tegen Emmen thuis en tegen Heracles uit. Of Heracles thuis. Als je ziet hoe wij Heracles wint van Ajax, wint van Fortuna met 6-0. En als je dan ziet hoe wij Heracles volledig onder druk zetten, alle ballen winnen, kansen creëren. Ik ben ook na deze wedstrijd door veel mensen aangesproken dat ze zeiden dit was misschien wel de beste wedstrijd in jaren die we gespeeld hebben. Ja, en als je dan ook ziet dat wij geen penalty krijgen met Kum, wat volgens mij een overduidelijke penalty is. En dat zij dan voor zo'n ogenschijnlijk licht duwtje wel een penalty krijgen. Dan, ja, dat maakt de avond qua donkere kant toch eigenlijk compleet. Nou, hoe discutabel is dan de rol van de VAR ook weer in deze? Ja, die is natuurlijk vreselijk discutabel als je ziet dat... Dat de VAR die nu onze wedstrijd moet beoordelen voor Kum geen penalty geeft, is gewoon schandalig. Ik vind dat echt gewoon schandalig. En wij zagen het allemaal en we hebben ook geappelleerd. Ja, en als je dan 10 minuten later voor zo'n licht duwtje aan de andere kant wel een penalty geeft, dan is dat voor mij onbegrijpelijk. En voor iedereen binnen VVV, maar ik denk ook voor iedereen binnen Nederland, want dit kun je niet uitleggen. Je kunt niet aan de ene kant iemand het shirt uittrekken en aan de andere kant een heel licht duwtje, waarvan ik ook vind dat we van elkaar af moeten blijven. Hè. Kun je hem niet aan de andere kant kun je hem voorbij laten gaan. Dus dat is voor mij echt een schandalige beslissing van de VAR. En dan nog even terug naar Promes, die dus aan het begin van de wedstrijd een breuk aan zijn knieschijf opliep. Hij is in het weekend met succes geopereerd. Er wordt echter rekening mee gehouden dat de 34-jarige verdediger de rest van het kalenderjaar nodig heeft om te revalideren. Ik ben zaterdag bij hem in het ziekenhuis geweest nadat hij geopereerd was. En met hem gezeten, met zijn vrouw gezeten. En dan zie je wel in ieder geval een strijdbare Gerald. Hè. Het wordt een hele lange revalidatie. Het is een zware blessure. Ook gezien zijn leeftijd. Ik bedoel, dat hoeven we allemaal niet onder stoelen of banken te steken. Maar hij is vastberaden om zo snel mogelijk terug te keren. Dus ik heb een hele strijdbare Gerald gezien. Nu is het afwachten. De komende weken wanneer hij iets meer kan gaan doen en wanneer we hem weer op de club zien. Wat kunnen jullie op dit moment nog? Want ja, je mist dan toch weer een speler nu in je selectie. Ja, dat is jammer. Want vorig jaar hebben wij aangegeven dat we toch minimaal 1 speler erbij moesten hebben. Om niet zo het seizoen te eindigen als vorig jaar. Ja, en nu hebben we er zelfs 1 minder. Want Samuelsen is weg en Promes valt weg. En de transferperiode is voorbij. Dus ja, we zullen dat toch intern op moeten gaan lossen. Of je komt bij spelers uit die geen contract hebben. Maar goed, dat zijn ook vaak spelers die lang niet gespeeld hebben. Dat heeft ook met budget te maken. Dus ik ben nog steeds onwijs tevreden met de spelers die we hebben. Want Damien heeft het uitstekend gedaan als vervanger van Gerald. Kum heeft een uitstekende wedstrijd gespeeld die centraal kan spelen. Maar ja, er moet niet nog meer gebeuren. Want dan wordt het weer binnenknijpen qua aantallen. Mensen die Gerald een hart onder de riem willen steken kunnen een kaart sturen naar VVV. Ter attentie van Gerald Promes. Straks mag Axel Borgman aan de slag met de top 3. Maar hoe gaat het eigenlijk met de Duitse linkervleugelverdediger die nog niet veel speelminuten heeft mogen maken? 5 keer startte Borgman in de eerste seizoenshelft in de basis. Daarbij 2 bekerwedstrijden. Ik denk er zijn geen spelers die op de bank willen zitten. En dat is ook voor mij. Maar het belangrijkste is dat het team goed speelt en 2 punten. Ja, en ik hoop wel dat de trainer ziet dat je goed je best doet, ja, want dat doe je denk ik, of niet? Ja, iedere dag, dat denk ik wel, iedere training. En ik weet, er zijn situaties in een carrière waar je meer speelt of less speelt. Maar, minder? Minder speelt. Maar ik hoop natuurlijk dat ik... 3 of 4, of ik weet niet hoeveel spelen kan maken, maar ik wil iedere dag spelen, iedere wedstrijd spelen en ik wacht op mijn kans. Aan zijn Nederlands ligt het dus niet, want dat heeft de Duitser, die pas sinds augustus in Venlo is, al zeer goed onder de knie. Ja, ik denk wel man. Ik heb 1 keer per week heb ik les met Penny. Ja, en je luistert iedere dag de taal, daarom is goed. Ik denk wel. Ja. En je leert veel van de andere jongens. Niels, die al Nederlands praat. Ja, Lars.
ja, Niels en Lars praat ook heel goed Nederlands. En ja, daarom wil je, als je iedere dag hier bent en iedere Nederlands praat, wil je ook Nederlands kunnen praten. Is makkelijker als altijd Engels of Duits. Daarom denk ik is het ook belangrijk dat je als je van een andere nation komt, land komt, ja, is het ook ja, belangrijk dat je de praat ja, kunt praten. Het contract van Borgman loopt dit seizoen af, maar er is een optie voor een tweede jaar. Zondag wacht opnieuw een interessant duel. Kijkend naar de stand, VVV op plaats 8, tegenstander FC Groningen, 1 punt erachter op plaats 9. In de Kool bleef het eerder dit seizoen 0-0, maar Groningen kon afgelopen weekend het 13e punt bijschrijven uit 6 duels van na de winterstop en behoort daarmee, ondanks de 0-0 tegen NAC, nog steeds tot de best presterende ploegen van de tweede seizoenshelft. Opvallend is trouwens dat de laatste 5 ontmoetingen tussen VVV en Groningen steeds in een gelijkspel eindigden. Ja, dat zegt misschien iets dat er qua krachtverhouding niet veel voor elkaar onder doen. Dat zie je ook op de stand van de ranglijst. Alhoewel ik wel vind dat zij wel erg in het begin te weinig hebben gekregen. In het begin van de competitie hebben ze ook veel wedstrijden goed gespeeld, maar niet gekregen wat ze verdienden. En nu zie je dat zij met een paar kwaliteitsimpulsen in de winterstop de weg omhoog zijn ingeslagen. Dus ik verwacht ook wel dat zij richting de play-offs gaan voor Europees voetbal. Want zij hebben een uitstekend elftal. En ja, dat zit goed in elkaar. Maar goed, dat geldt voor ons ook. Dus ik denk dat zij ook zo naar ons zullen kijken. Nou, jullie putten natuurlijk, ondanks het verlies tegen Heracles, wel vertrouwen uit zo'n wedstrijd. Ja, uit alle twee die wedstrijden, Emmen thuis en Heracles thuis, heb je echt uitstekend gespeeld. En heb je, nou goed, jullie hebben het allemaal zelf gezien, volledig onterecht verloren. Ook nu is het nog met discutabele beslissingen. Ja, en dat hij geeft houvast. Ik heb vanmorgen ook de wedstrijdbeelden laten zien aan de spelers. Ja, dan zie je eigenlijk alleen maar goede dingen. En ja, dat geeft vertrouwen voor de komende 11 wedstrijden. Zonder Promes reist VVV dus af naar Groningen. Ten opzichte van de laatste wedstrijd heeft Stijn nu wel weer de beschikking over Roel Jansen en Jonathan Opoku. Beide spelers zijn weer volledig wedstrijdfit. Sušić verliet afgelopen woensdag geblesseerd de training. Zijn status is nog niet bekend. Volgende week speelt VVV thuis tegen Excelsior. Wij mogen voor die wedstrijd 2 VIP-tickets weggeven. Daarom stelde Moreno Rutte in onze vorige uitzending de vraag welke oud-VVV'er er nu bij Excelsior speelt. Het goede antwoord is natuurlijk doelman Maarten de Fokkert. Uit alle goede inzenders is Roel Schillings als winnaar getrokken. Proficiat Roel, jij mag met nog iemand samen als VIP naar VVV Excelsior. Ook weer de ruimte om zelf uit te halen. Oh! Ja, bij de eerste had je nog het gevoel, daar zit wel heel veel geluk bij. Van richting veranderd. Wat doet Swinkels nou precies? Dan kan je een hoop vraagtekens zetten bij wat ADO daar allemaal doet. Geen vraagtekens nodig. Dit is een werelddoelpunt. En Post die zijn kans schoon ziet en geweldig scoort. Wat schiet hij die bal prachtig in de bovenhoek. En VVV staat met 1-0 voor. En dan heeft niemand het meer over al die doelpunten die de deur uitliepen. Leemans, T, Van Krooi, want Post is er nog. Versneld. En haalt volle overtuiging de trekker over. Van Ooyen, lekker de bal en de goal van Mlappa. Dat is dus succesvol. 8e doelpunt van het seizoen voor Mlappa. Van Ooyen, kans voor Mlappa. Mlappa, dat moet hem zijn en dat is hem. Het staat 2-1 voor VVV. Zo sorteert die wissel van Maurice Stijn meteen effect. Van Ooyen naar het middenveld. Van Ooyen bereikt Mlappa. En Mlappa maakt zijn 2e doelpunt van de avond. Dit is de top 3 van VVV. Axel Borgman is dus deze week aan het beurt een nieuw fragment erin te zetten. Maar eerst, welke gaat eruit? Die doelpunt van Penny tegen Willem II. Omdat ik denk dat hij al zoveel veel doelpunten in het seizoen gemaakt. Daarom is het voor hem is het geen probleem. En hij gaat er nog wel meer maken, denk ik, of niet? Ja, ja.
Zeker. Zeker, zeker. En welke ga je erin zetten? Voor mij het mooiste goal, doelpunt was de 2-0, de vrije trap van Patrick van Joosten tegen Zwolle thuis. Ja, ik denk het was een mooie goal. Het wordt weer Susic in de eerste helft, mocht hij het twee keer proberen, was hij niet zo succesvol. Nu laat hij het dan toch over aan Joosten. En die zit er wel in. En dan staat het 2-0 voor VVV. Prachtige vrije trap van Patrick Joosten. Van der Hart is geklopt. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service.